waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is. De bibliotheek is van iedereen. De functie van de bibliotheek is de huiskamer van de stad. In zo'n bibliotheek is natuurlijk taal leren een belangrijk onderdeel van wat er gebeurt. Almere is natuurlijk een hele internationale stad en er zijn ook wel veel mensen die de taal nog niet spreken. En ik denk dat niet te onderschatten is dat er ook heel veel autochtone Nederlanders zijn die slecht kunnen lezen. En daar moeten we ook aandacht voor hebben. De bibliotheek moet iedereen kunnen helpen met lezen, maar ook met hele andere dingen. Ik heb maandags een leesclub en op donderdags zit ik bij een taalcafé. Mijn rol is om de mensen die bij mij komen bewust te maken van wat er gaande is in Nederland en de wereld. Ze moeten voor mij naar het journaal In Makkelijke Taal kijken, wat elke woensdag op YouTube is. De verkiezingskrant laat ik ook rondgaan, die nemen ze mee naar huis. Ze moeten het dus ook door te lezen begrijpen wat er aan de hand is. De verhalen die we nu gehoord hebben, dat zijn eigenlijk verhalen over het bouwen van een samenleving. En de uitgangspunten die je daarbij hanteert, de menselijkheid en de wil om elkaar te helpen als er vraagstukken zijn. Daar gaan de verkiezingen natuurlijk over, omdat politieke partijen eigen opvattingen hebben over hoe onze samenleving moet worden ingericht. En met het uitbrengen van een stem bepaal je mee de richting van de overheid hoe we met dit soort vraagstukken omgaan. Als je niet gaat stemmen, mag je eigenlijk ook niet klagen, vind ik altijd, over wat er gebeurt in Flevoland. Dus het is belangrijk dat iedere inwoner zich realiseert, 15 maart moet ik gaan stemmen.